Ja, wat je hier kan zien is dat de korstmossen die zitten vooral op de steen. Hè, op de droge steen, er zit haast niks anders op. Een beetje alg zit er nog bij. Terwijl bijvoorbeeld de mossen die zitten hier tussen het gras. En hier zitten levermossen tussen de stoepstenen. En op deze betonnen palen, daar zitten de gewoonste korstmossen, zeg maar. Dit zijn korstmossen die bijna iedereen in zijn tuin heeft. En daar kan je toch ook nog wel wat aan zien, want hier zit bijvoorbeeld groot dooiermos. En als dat zo in de zon staat, aan deze kant wordt het oranje of geel. Terwijl hier in de schaduwkant blijft hij vrij bleek.